We zijn ook allemaal geschrokken door het nieuws. De laatste uur denk ik ongeveer over de aanslag in Parijs. Ik heb daar verder ook geen andere informatie over dan jullie in de media berichten. Maar we volgen dat natuurlijk op de voet. En onze gedachten zijn bij de slachtoffers, nabestaanden, Franse autoriteiten ook, die proberen dit in goede banen te leiden. Vreselijk nieuws. Ik ben wat later, omdat ik hiervoor nog een telefoontje had met president Erdogan over de situatie in Oekraïne, in NAVO. En natuurlijk ook het goede werk wat Turkije doet om te proberen ook de voedselvoorziening in de wereld op gang te houden. De graandeal en hoe we daar ook behulpzaam bij kunnen zijn. Dus vandaar dat er een wat groter gat zat tussen einde ministerraad en deze persconferentie. Aan het eind van het jaar is onvermijdelijk dat ik ook een paar dingen misschien over dat jaar zeg, omdat, en ik zei dat vanmorgen ook toen ik Binnenhof opliep en Jair en een vandaag en een paar anderen mij daarnaar vroegen, dat het eigenlijk bijna een eeuwigheid terug lijkt. Dat moment dat we, het is nog maar een jaar geleden, nog niet eens een jaar geleden, op 10 januari, het kabinet officieel aantrad. En in ieder geval ik zelf dacht en velen dachten, corona was toen nog niet voorbij, we zaten nog in de lockdown, maar je had toch hoop dat met het verder scherper krijgen van de precieze gevolgen van de Omicron-variant niet te lang meer zou duren. En dat er dan misschien weer iets van de normale tijd zou aanbreken. En eind februari, met de inval van Rusland in Oekraïne, is er natuurlijk een seismische verandering geweest. Misschien wel de grootste naoorlogse verandering geopolitiek in de situatie hier in Europa. Vergelijkbaar wellicht alleen met de val van de Berlijnse muur in positieve zin toen en in vreselijke zin de oorlog in Joegoslavië. Maar op 2 uur vliegen van Amsterdam, zo'n agressieoorlog met zoveel doden en met zulke enorme geopolitieke gevolgen, ook gevolgen in Nederland, in Europa voor inflatie, gasprijzen, energieprijzen, dat hadden we niet kunnen vermoeden. En daarmee is oorlog terug in volle hevigheid op ons continent. Een gruwelijke aanval is dit op een soeverein land. En daarmee ook een aanval op alles wat we met elkaar in Europa in de afgelopen tientallen jaren hebben opgebouwd. Het is een aanval op de mensenrechten. Het is een aanval op de internationale rechtsorde. Maar ook op onze welvaart en veiligheid. En gelukkig kunnen we zeggen op dit moment dat het momentum op het slagveld meer richting Oekraïne gaat. Het einde van deze oorlog is nog niet in zicht. En dat betekent dat ook komend jaar Oekraïne steun zal nodig hebben. Dat krijgt Oekraïne van Amerika, van de Europese Unie. Maar vanmorgen hebben we ook, als Nederland gezegd, in een telefoongesprek samen met Bob Hoekstra, Lise Schreinemacher en Kaiser Ollengren, dat in gesprek met Volodymyr Zelensky, de president, dat Nederland komend jaar ook weer klaarstaat. En wij hebben daarvoor 2,5 miljard apart gezet. Grotendeels voor militaire steun, maar uiteraard ook humanitair hulp die belangrijk is bij de kritieke herstelwerkzaamheden. Ook de gevolgen van het constant bombarderen van de vitale infrastructuur in Oekraïne. Maar ook een spoor waar Nederland zich in het bijzonder bij betrokken voelt, het bereiken van gerechtigheid voor gepleegde oorlogsmisdaden. En dat is belangrijk omdat natuurlijk Nederland daar een traditie heeft. Met Den Haag als stad van recht en vrede. Een van de VN-hoofdsteden zijn wij samen met Wenen en New York. En uiteraard Genève. En ik zeg het nog maar een keer, Poetin mag deze oorlog niet winnen. We moeten ons blijven inzetten voor de veiligheid van Europa. En ook de welvaart en daarmee ook in Nederland. Wat je ook zag dit jaar is dat die oorlog natuurlijk ook ons confronteerde met vraagstukken die we bij de start van deze kabinetsperiode in die mate niet hadden voorzien. Zo hebben veel Nederlanders zich hard moeten inzetten, en dat hebben ze ook gedaan, vaak als vrijwilligers, om tienduizenden Oekraïners gevlucht voor oorlog en geweld, om die op te nemen in hun midden, maar niet alleen in hun midden op te nemen, ook te helpen aan werk in heel veel gevallen. En we hebben natuurlijk als politiek, Kamer, kabinet, maatregelen moeten nemen om de pijn van de hoge inflatie en de hoge energieprijzen te verzachten. Een koopkrachtpakket van ongekende omvang en natuurlijk de energiemaatregelen voor huishoudens, kleinverbruikers en ook de energieintensievere bedrijven. Met andere woorden, een zeer turbulent jaar, ook nationaal.
Met ook op andere terreinen ontwikkelingen waar het kabinet op moest reageren. We werden natuurlijk weer volop, kregen we te maken met de stijgende asielinstroom. We hadden ze een beetje in slaap laten sussen, denk ik, waar het ging om de aantallen tijdens de coronacrisis. En het toont ook nog weer eens aan dat niet alles helemaal te voorspelbaar is, maar dat we wel met elkaar kunnen kijken hoe we omgaan met die gevolgen. En zoals ik vanmorgen ook tegen de journalist van 1 Vandaag zei, dan zou je willen, als er zich iets voordoet, dat je met één druk op de knop, met één ferm besluit, dat hele probleem weer kunt wegnemen. Maar in onze complexe samenleving is dat niet altijd mogelijk. Sterker nog, heel vaak niet mogelijk. En zul je dus stapsgewijs moeten proberen zaken weer in goede banen te leiden. Daarvoor is ook samenwerking nodig. Dat is natuurlijk de basis in dit land voor alles wat we hier doen. En dat is ook de reden waarom we denk ik een van de rijkste landen van de wereld zijn. In de top 3 geloof ik zitten. Of nog hoger. Gisteren hebben we daar weer een grote stap gezet met het nieuwe pensioenstelsel. Dat beter aansluit bij de huidige tijd. In ieder geval nu aangenomen in de Tweede Kamer. Nou, vele jaren van voorbereiding. Zo'n beetje de hele periode dat ik nu deze baan heb, zijn we bezig met het pensioenstelsel. Onderhandelingen, honderden uren debatteren, ook nog in de afgelopen weken. Met werkgevers, met werknemers, maar ook met fracties in de Tweede Kamer. Ik denk toch echt een mijlpaal en ik ben ook ontzettend blij dat er breder steun is dan alleen de coalitie. Waardeer ik ook enorm. Iedereen steekt hier zijn nek uit omdat we er echt denk ik met elkaar van overtuigd zijn dat dit goed is. En dat hier een stelsel wordt neergezet wat ook voor de toekomst bestendig is. En het is daarmee ook een van de grootste stelselwijzigingen van de afgelopen decennia. Maar goed, we zijn er nog niet, want eerst nog de Eerste Kamer. We blijven uiteraard ook volgend jaar, dat hebben we ook dit jaar gedaan, hard werken aan de langere termijn transities. Denk aan klimaat en energie, onderwijs, onze veiligheid, de arbeidsmarkt. En als het gaat om stikstof werken we natuurlijk hard door aan een landbouwakkoord. Om ook ervoor te zorgen dat de toekomst van onze boerenbedrijven vorm wordt gegeven. Maar goed, eerst wil ik jullie natuurlijk hier vandaan, van mijn kant, kijk eens nog wat vragen. Ontzettend mooie feestdagen toewensen. Het is de eerste keer in een paar jaar dat we weer op een normale manier kerst kunnen vieren en oudjaar. Zonder coronabeperkingen. Dus ik hoop dat jullie dat ook kunnen doen in het gezelschap van vrienden, familie. Misschien ga je op reis. Of fijn wat jullie ook gaan doen. Heb een paar hele mooie weken. Ook door jullie is hard gewerkt. En uiteraard blijft het kabinet waakzaam. Houden we de vinger aan de pols, al ben ik zelf ook even weg. En hoop ik jullie op 13 januari, vrijdag 13 januari, hier weer terug te zien.